Yo mensen, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video van Donny Games. En mijn tante en mijn moeder gaan vandaag een quiz maken. En wij moeten proberen te raden of het goed is. In ons huis. En we gaan een quiz doen. Zij gaan vragen stellen aan ons. Met A, B, C. We moeten best van de antwoord raden daarvan. En ik denk dat het moeilijk gaat worden, maar we gaan het gewoon doen. En wie de meeste punten heeft uiteindelijk... Die heeft gewonnen en die moet dan een challenge doen, maar we weten nog niet welke. We gaan het wel even nu bedenken. Dat is maar. Laat een reactie achter. Laat een reactie achter. Want die challenge gaan we dan doen. Dan bijvoorbeeld. Dan moeten misschien gaan we die challenge doen. Want als er meerdere andere challenges zijn, dan gaan wij zelf kiezen welke. Ja. Snap je? Ja. Al roep echt zo hard dat ik win. Ja, oké, maar we gaan samen die challenge dan doen, hè? Maar die als... Of nee, ik heb een heel goed idee. Als wij winnen, dan moeten zij de challenge doen. En als zij winnen, dan moeten wij de challenge doen. Zij? Hun twee en wij twee. Wie is... Ik ben mijn... Tante Ko en... Nee, Tante Ko vraagt de dingen. Ja, weet ik. Maar als wij het fout hebben, dan krijgt zij het punt. Oh. Zo. Snap je, kijkers? Oh, ja, wacht. Ben je klaar met ze? Als wij winnen, dus wij zijn samen. Ja. En als wij het niet raden, welk antwoord het is, samen, dan is het helemaal verkeerd. Dan krijgt zij een punt, dan krijgt de tante van Don een punt. En als wij het wel raden, dan krijgen wij een punt. Snap je? Jullie, snap ik niet. Ik zeg het de hele tijd verkeerd. En dan denk ik dat we zo meteen maar gaan beginnen. Oh. Tot zo. Oké, we gaan nu naar buiten. Dit is een leuke spons. Ja, weet ik. Die heb ik bij tennisschool, hè. Want al die ouders, als die dan span vinden, moeten ze hier zo in knijpen. Geef eens. Kijk, dan moeten ze hier zo in dit ding knijpen. Dat voelt zo lekker. Ja. Oké, wacht, ik heb een heel goed idee wat ik met dit ding ga doen. Kijk, dit. Niet de powerbank gooien, hè? Oh ja, dat is handig. Ik ga het op. Nee, wacht op mij. Oh, ik ging een beetje fout. Oké, ik ga het zoeken. Ik doe dat ene rode ding. Zoeken. In deze kamer ligt er ergens, dat is dit. Heel veel shoutouts en abonneer voor dit leuke tankje. Kijk, wacht. Kijk, dit tankje. Dit tankje. Mijn tante moet nog één vraag bedenken. En dan zijn we klaar. Maar ik ga het wel even aan de tante. Jee, mijn mossie, kom op. Oh, lieve schoon. Oké, wat gaan we nu doen? Oké, dan gaan we gewoon afwachten. Oké, wat? Saai. Ik haat wachten. We gaan deze wel even openmaken. Ja, kennen jullie de nieuwe wereldplaatjes? Die gaan we... Don heeft een hele grote stapel en die gaan we nu even lekker openmaken. Oké. Ook gewoon gelijk de pakken. Oké. We zijn bij allebei, pakje 1. Allebei staan. Ja, oké. Wacht, ik ga wel even gaan. Zo. Nou, Don had nog een paar van deze mooie, prachtige kaartjes in huis. Vandaar dat we die even gaan openen, want het wacht natuurlijk best wel lang. En dan zet ik jullie ook neer. Zo. Zien jullie het een beetje? Oké. Dan pakje 1. Oké. Holy mac, ik krijg gewoon een tijger. Check dan. Dit is mijn pakje. Oh. Zo, dit is mijn pakje. Misschien kunnen jullie wel even lezen. Kijk, ik heb deze. Welke. Wacht, laat toch even aan de mensen zien van mij. Kijk. Ik heb deze mooie haar. Haar. Oké, dus dit is pakje 1. Jij hebt meer. Piriet, Verbergeik en... Oh. Nee, jij hebt meer. Maar jij hebt al bijna twee open. Oké, dit is pakje 2. En hier is al
Piriet. 2. Fabelge ei. Een camera. En een vlot. En bij pakje 2 hebben we konings. Oh, Thijs, ik heb ook die ene haaimpie party. Ik heb een koningscobra. De koningscobra. De. Oké, okay, ik heb deze. Ook met haaimpie party. Loposaurus. De Hooglandindianen. En Amazone. Dus Amazonegebied. Heb je een Amazonegebied? Nee, Amazone. Oh ja, dit. We hadden een keer dit eiland, hadden we een keer op school, daar hadden we uitleg over. Want dit is volgens mij ergens, maar ik weet niet waar meer. Dit is gewoon in deze. Zo vet. Ja, Tom, je hebt een krasje. Mag ik hem openkrassen? Echt. Oh, ja. Kijk. Kijk. Tom heeft een appelpeer. Kijk, zie je dit zilveren? Nee, wacht, ik ga wel voor. Nee, ik ga wel even naar Thijs kijken. Ik laat het wel even zien. Het is moeilijk hoor, je zit een euro met macht. Ja, ik ga gewoon verder. Oké, ik ga verder met het volgende pakketje. Oeh, wat is het? Dit vind ik wel leuk. Deze geworden. Kijk, check die mond dan. Het is een beetje verkeerd, maar het is een bosbrand. Een bastaardschorpioen. Okay, volgende. Lokale bevolking en een vleermuisvis. Die zijn allemaal leuk, denk ik. Kan je dit niet überhaupt aardig of zo, maar gewoon leuk. Leuk bedoel ik. Oh, als ze niet zo giftig of zo waren, dat ze zo waren. Dit is een komeetstaartvlinder. Oh, ik heb gewoon een ding in Moskou. Check dan. Een blauwe stad. En het zijn deze. Oh, deze is wel vet. Die helemaal daar. Helemaal daar rechts. Ik bedoel. Wacht, is dit rechts voor jullie of dit? Volgens mij is dit namelijk rechts. Of links. Ik weet niet. Sowieso rechts of links. Een roze diamant. Echt. Oh, een robijn, de mijn en de diamant. Torenhoge lava rots en finusa. Oké, ik heb 3 vragen en dan moeten jullie. We gaan 1 voor 1 filmen. Dus eentje moet dan in een andere kamer komen. Oh, ik heb ook een. Wat bedoel je? Die. Ik ga jullie alle 2 ga ik vragen stellen. Ja? Ik heb 3 vragen, 3 dezelfde voor jou en 3 dezelfde voor hem. Ja. Dus dan moet er eentje even weg. Dan doe ik het eerst met 1 en dan met de andere. Oké, maar Thijs. Kan je die. Oké, we gaan hem filmen, ja? Ja. Was er een meisje? Is tevoorschijn gekomen. Zo, hier is de tante van Donnie Games. En de tante van Donnie Games heeft heel leuke. Nee. Ja, en hier is dus de tante van Tony Games. De allercoolste tante ever. En ik heb 3 vragen voor Don. En voor zijn vriendje Thijs. Ik geef ze allebei de kans om... Oh, je zit al te spieken. Wat is er? Zijn dat de antwoorden? Wat Kees, joh? Zijn dat de antwoorden? Ja. Oh ja, maar ik weet geen 1. Nee, oké. Okay. Dus... Nou, daar gaan we. Ben je er klaar voor, Don? Ja. Klaar voor? Ja. Maar ik moet er ook op. Ja, oké. Okay. Thijs die gaat beginnen met de vraag. Nee, jullie gaan ze samen beantwoorden. Ja. Hier zijn de vragen. Heb je hem ingedrukt? Dat zijn de vragen. Heb je hem ingedrukt? Vragen? Het zijn vragen, jullie zien het niet door de zon. Het is zo moeilijk te zien. Het is onzichtbaar. Oké, nou. Dat zijn vragen, jullie kunnen het niet zien. Oké. Okay. Ik heb echt gezien. Met vraag nummer 1. Oké. Okay. Wie is jullie favoriete YouTuber? A. Enzo Knol. B. Willem Hagens. Willem? C. Het is Dylan. D. Kjelberg. Of D. Meisje Jamila? Het is niet Willem Hagens, het is Dylan Hagens. Oké. Okay. Doe je.
Dylan. Ja, Dylan wel. Dylan. Maar dat is geen vraag. Ja. Dat is wat al... is de bijnaam van Enzo Knol? Enzo Penzo is antwoord A. B. Enzo Knol is een bijnaam. C. Ennio. Ennio, yo, yo. Of D. Knollebol. Weet jij het dan? Ik weet het. Moeilijk. Ik denk Knollebol of zo. Ik moet het nu weten, toch? Ja. Oké, Ennio of zoiets? Ennio, yo? Nee, Enzo Knol is zijn bijnaam. Oh. Oh. Oei. Nee! Wat is dan Enzo Knol zijn echte naam? Okay. Is dat Enzo Knol misschien? Antwoord A. Is dat Milan Erkelens? Nee. Nee, dat is zijn broer. Is dat Kees van der Putten? Of is het Enzo Erkelens? Enzo Erkelens ofzo. Ik denk Enzo Knol. Enzo Erkelens. Oké, okay, maar we hebben bij elkaar... Hoe kan het Enzo Knol zijn als zijn broer Milan Erkelens heet? Heet zijn broer dan Milan Erkelens? Ja, dat zei je toch? Dat weet ik veel. Nee, maar ik zei alleen dat is zijn broer Milan. Jammer. Jullie zeggen fout. Hebben we nou we hebben toch 2-1 gewonnen? Ja. Ja, we hebben 2-1 gewonnen, dus jij moet later een challenge gaan doen. Nee, jullie hebben niet gewonnen, want jullie hadden... De eerste hadden we goed en de derde hadden we goed. Nee, maar luister, de eerste is gewoon een flutvraag, want het is gewoon... Ja, joh, maar je moet wel echt vragen. Je moet wel echt vragen. Opnieuw, alles opnieuw. Laat in de reacties achter wat Tante Ko voor challenge moet doen. Oh ja, dat is een goeie. Kijk even goed naar Tante Ko. Doe me geen rare challenges aan, oké? Okay? Ik weet wel wat deze gasten zouden bedenken, maar mijn leven hangt van jullie af. Ja. Oké, maar we gaan de video hier afsluiten. Ja, doei. Adios. Abonneer, like, later.